hangen jullie eigenlijk wel genoeg? Hangen heeft een hoop gezondheidsvoordelen. Namelijk, het is goed voor je gripkracht en gripsuithoudingsvermogen. Die gaat er namelijk behoorlijk op vooruit. Daarnaast is het goed voor gezonde, sterke en mobiele schouders, elleboog en pols. Daarbij, als je gaat hangen, vooral met passief hangen, je verschillende vormen, verleng je je wervelkolom. Dus dat is ook een lekkere stretch. En daarnaast is het ook de start voor naar trekbewegingen. Dus bijvoorbeeld als je een chin-up wil leren en je kan bijvoorbeeld niet 30 seconden hangen, dan is dat ook gewoon moeilijker. Dus als je op een gegeven moment langer kan blijven hangen, zal de transitie naar trekbewegingen, bijvoorbeeld een chin-up, zal makkelijker gaan. In dit filmpje leg ik dus passief hangen uit. Wat is passief hangen? Met passief hangen maak je jezelf gewoon zo lang mogelijk. Probeer je met je oren eigenlijk je schouders aan te raken. En hang je op deze manier uit. Je handen zijn boven je schouders. En probeer jezelf zo lang mogelijk te maken. Belangrijk is goed door te blijven ademen. En met elke ademhaling probeer je jezelf te verlengen.